Hey mensen van Met Up Games en welkom bij een nieuwe Pro Evolution Soccer 2017 Road to FC Veldhoven. Vandaag gaan we de Benelux Super Cup alweer afsluiten. Vandaag is namelijk de halve finale tegen AZ zoals jullie kunnen zien. En wij zullen hierna nog de of finale of troostfinale gaan spelen. Nou wil ik een klein beetje voorbeschouwing geven op AZ. Want dat heb ik zelf al een beetje gedaan in mijn vrije tijd. En toen ben ik ergens achtergekomen. En dan moet ik deze inderdaad hebben. Laten we eerst even kijken naar welke groepsfase zij hebben gehad. Zij moesten tegen Feyenoord, Twente en Willem II. Allemaal gewonnen. Dus ja, dat ze Feyenoord en Twente aan kunnen en Willem II ook. Dat zegt al genoeg over hoe goed hun kwaliteiten zijn. Doelpunten voor hebben ze fucking 6 doelpunten. 0 tegen. Bij de knock-out fase moest ze tegen FC Utrecht 2 goals gemaakt, geen tegen. Dat betekent dat ze dus in het hele toernooi nog geen 1 doelpunt tegen hebben gehad. En zij hebben er al 8 gemaakt. Nou is het wel zo, als ik dan met mezelf ga kijken. Ik heb zelf 12 doelpunten alleen al in de groepsfase gemaakt. Dus met die voorbeschouwing zou je zeggen dat ik de betere ploeg ben. Maar, dan komt het nu. Ze moeten ook... hoe dan ook, ik kom volgende wedstrijd of tegen Heracles of tegen Feyenoord uit. Want dat zijn de twee ploegen die nog in de andere halve finale wedstrijd tegen elkaar spelen. Heracles, ja, daar zou je zeggen, die is nog wel te doen. Hè, dat moet nog niet zo'n probleem zijn. Maar Feyenoord daarentegen heeft meer doelpunten tegen gehad dan voor. Waarin je dus eigenlijk al één ding kunt zien, en dat is waarom ik dit ook benoem. Kijk niet naar de real life dingen. Want in principe zou je zeggen, nou dan is Feyenoord je moeilijkste tegenstander en daarna komt AZ pas. Dus als je AZ kan verslaan, moet je dan niet zeggen dat je Feyenoord kan verslaan. Maar tegelijk denk je ook weer in-game, wacht even, maar als ik AZ aan kan, dan kan ik Feyenoord ook aan, want AZ heeft Feyenoord verslagen. Maar ja, dan tegelijk, hier versloeg PSV Heracles in de groepsfase, maar in de knock-out fase versloeg PSV dan weer, of versloeg Heracles weer PSV, dus... Je weet gewoon helemaal niks zeker. Je kunt niet kijken naar real life hoe ze gaan. Want in real life heeft AZ een aardig goed seizoen gedraaid ook. Maar in dit toernooi is AZ echt keigoed bezig. Geen doelpunten tegen. Alles gewonnen. Zelfs in de pool met Twente en Feyenoord. Nog steeds alles gewonnen. Waarvan ik zelf had gedacht toen die pool gemaakt werd. Feyenoord 1. En AZ en Twente gaan om de plek 2 strijden. Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is dus AZ 1 en Feyenoord en Twente hebben gestreden om plek 2. Waarvan dus Feyenoord uiteindelijk 2 is geworden. Anders had ik misschien wel trouwens nu tegen Feyenoord gezeten. Maar goed, in ieder geval. Wij hebben de vorige keer ook Heerenveen verslagen, zoals jullie kunnen zien, met 3-2. En dat was heel lastig. Waarmee het dus ook weer nu heel lastig gaat worden. Wel wil ik nog één ding doen, en dat vergeet ik bijna, maar dat wil ik nog doen voordat ik de wedstrijd ga starten. Namelijk, ik ga iets in strategie-wise veranderen, in dit geval. Ik heb namelijk de afgelopen tijd een beetje lopen bekijken van ja, ik vind nog niet alles helemaal lekker lopen. Even kijken of ik hier wat in kan veranderen. En dit heb ik op midden staan, wat zegt, vorm een defensief web waarbij alle openingen... ...voor passes naar voren worden afgesloten. Dwing de speler van de tegenstander vervolgens naar het midden... ...waar het team met veel spelers kan verdedigen. In principe houdt het dus in dan... ...dat zij willen dat... ...of dat ik dan zou willen dat ze zoveel mogelijk naar het midden toe gaan... ...in plaats van de kanten op te zoeken. Kan. Maar toen deed ik breed even proberen. Wanneer je verdedigt, drijf je de spelers van de tegenstander naar de flanken... ...en vervolgens verdedig je massaal... ...wanneer ze de passes naar voren proberen te spelen. Waarmee dus eigenlijk alles zoveel mogelijk centraal komt te staan in de verdediging. En ik ze naar buiten wil sturen en tot voorzet wil dwingen. En het wil ik eens een keer gaan proberen hier. Ik heb het in verschillende oefenwedstrijdjes al geprobeerd. Dus ik wil dit eens een keer gaan proberen om breed te verdedigen. En qua aanval, ja, daar heb ik nog een klein beetje getwijfeld aan dit. Aangezien ik ook een paar keer al heb gehad dat Dost ineens aan de zijkant komt. En dat komt omdat hij op flexibel staat. Maar zou ik handhaven doen... dan krijg je iedereen wel heel mooi inderdaad precies op de plek zoals je ze wil hebben. Maar het is een lastige. Kijk, hier gaat de verdediger er nog steeds overheen, dus daaraan verandert niet. Dit is alleen wel weer fijn, omdat alles door elkaar beweegt. Dat maakt het voor de tegenstander weer lastig. Omdat die niet echt weet hoe ze erop moeten verdedigen.
Goed, in ieder geval ga ik nou eventjes lekker nog de opstelling maken. En dan gaan we dus met breed in plaats van met midden een keer proberen. En ik heb het even uitgerekend. Ik moet alles gaan winnen om een beetje op volgens plan te lopen. Als ik niet dit toernooi win, dan gaat dat mij in de vorm van Samuel punten kosten. Dus het staat daadwerkelijk wat op het spel. Ik ben gespannen hiervoor. Maar we gaan het wel doen. AZ tegen FC Veldhoven. De halve finale in de Benen Supercup. Wij spelen niet in ons uittenu. Zal ik een derde tenu doen? Kijk, broek maakt niet uit. Allebei zijn de broeken wit. Net zoals bij de tegenstander. Hun hebben een beetje rood. Wij hebben dan een beetje wit in ons shirt. Ik kan ervoor kiezen om te zeggen ik doe blauw. Ook vanwege de witte sokken. Ik pak dit. Dit lijkt me denk ik het duidelijk zichtbaar. En dan ga ik de strategie maken, hè. Dan ga ik de opstelling eventjes doen. En dan is dit de opstelling waarmee we het gaan doen. Ik zal zometeen mijn opstelling toelichten. Verder gaan we eerst even kijken naar AZ, naar hun beste spelers. Daarin zien wij Vla met 78 overal. En verder Haps, Johansson, geloof ik, is de rechtsback. En Jahan Baks, als ik het goed uitspreek, die rechtshoor. Jahan Baks. En voor de rest ook de verdediging is eigenlijk vooral het sterkste punt. Met ook Van de Eijden. Allemaal tussen 78 en 76 overal. Keepertje is nog Rochette, want Krul zit niet erin. Omdat, ik heb het al een aantal afleveringen, die vorige aflevering en de aflevering daarvoor ook al gezegd. We spelen met de teams voor de winterperiode. Omdat eigenlijk nooit de winterupdate ook is geweest eigenlijk. Maar voor de wintertransfers. Dus Krul zit hier nog niet erbij. En het is gewoon over het algemeen van oké, Weghorst moet ik voor gaan oppassen. Weghorst is lang, staat heel diep als spits. Kan gewoon heel veel verwachten dat het daarop gaat voorgezet gaat worden. Daarom dat ik ook breed wil proberen. Vanwege Jahan Baks en Dos Santos die allebei aan de buitenkant staan. Zou je een opstelling moeilijker kunnen maken? Misschien. Misschien door te zeggen van Rienstra op het middenveld in plaats van Ouwe Jan. Of Seuntjes misschien ergens erbij. Maar Seuntjes zit zelfs op de tribune. En voor de rest is het denk ik niet zo heel veel moeilijker te maken deze opstelling. Je zou kunnen kiezen om Van der Linden misschien in plaats van iemand anders. Maar dat in plaats van Eijden. Maar het zou weinig doen. Hetzelfde als buiten. Dus het is niet, dit is een aardig sterke opstelling van AZ. Dan bij mij. Het zal misschien jullie ook op zijn gevallen dat er eigenlijk op het hele middenveld ineens allemaal mannen of gezichten staan die we niet gewend zijn. Nou, in ieder geval de verdediging is compleet gebleven. Gomez, Ricky, Krankvis, Pietsen en Johansson zijn gewoon de verdedigers vandaag. Maar op middenveld. Ledley, Ruiz en Schaars. Omdat Promes naar links voor is gegaan. Daarom heb ik ervoor gekozen. Want ik had ook kunnen kiezen om te zeggen van nou ik doe dit. Alleen dan zie je het aan zijn overrol. Die gaat echt vet omlaag. Dus ik ga daarom Ruiz op de aanval middenveldspositie proberen. Wat ik eerder ook al geprobeerd heb. John dan rechts. Promes links. Want Promes kan op beide even goed uit de voeten. En Ledley is Schaars. Omdat De Voer en Halfredson niet in vorm zijn. Eén klein dingetje nog wel aan Halfredson. Het is eigenlijk dan jammer dat hij nou niet speelt op dit moment. Hij heeft een gameface gekregen in de tussentijd. De vorige aflevering had hij zijn gameface nog niet. Maar die heeft hij met een update van in de winter ongeveer, zeg maar. Of net na de winter. Ik geloof ergens februari, maart, ergens daarin of zo. Toen had hij een real face gekregen. Dus dat is wel grappig dat Halfredson. Dit is hoe Halfredson in real life eruit ziet. En hij is nog lelijker dan ik dacht. En verder hebben we trouwens ook nog een klein dingetje wat me op is gevallen net bij het opstellen. Anders staat ineens op 3 weken. Zou die nog steeds de finale niet mee kunnen halen. Maar blijkbaar is tussen Go Ahead Eagles en Heerenveen een zet een heleboel weken. Dat is niet 1 week geweest. Oké, nou in ieder geval is dit dus hoe wij het gaan doen. Promes en John dus voorin. Ik zou altijd nog kunnen zeggen als ik toch niet helemaal tevreden hiermee ben. Ik zet alsnog Boetius erin, maar Boetius is niet echt in vorm. Overigens de Chagli wel in topvorm, maar toch kies ik ervoor in dit geval te zeggen de Chagli toch op de tribune. Aangezien als ik de Chagli zie, die kan links en rechts back. Karstorp kan alleen rechts back. En dan de Jong, of de Wijs, die kan zowel centraal als links back.
Waardoor ik dus eigenlijk met De Wijs en Castorp dan de hele verdediging gecoverd heb. Samuel, heb ik liever toch niet. En de Chagli, ik weet niet. Ik heb een beetje mijn twijfels. En vooral nu het heel moeilijk gaat worden, wil ik het niet riskeren. Wil ik gewoon kwalitatief hele goede spelers hebben. Dan heb ik hier trouwens nog wel met twee linkspoten te maken gehad. Maar Schaars is iets beter met zijn rechtsvoet. En de Voer ook niet in vorm. En dit is dan wat we moeten gaan doen tegen AZ. En ik kan het wel allemaal nog gaan lopen uitstellen. Maar ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen. AZ, de verliezend bekerfinalist tegen FC Veldhoven. Dit is spannend. Maar we gaan het wel doen. We gaan wel kijken. Kunnen wij dit winnen van AZ? En kunnen wij de finale gaan halen? Oh, in San Siro! Ook Giuseppe Meazza in dit geval dan heet het. Omdat dit dan niet van AC Milan, maar van Inter Milan, zeg maar. Dit stadion heeft twee uitvoeringen. Voor Inter Milan en voor AC Milan. Dat is dan vooral voor de scorebord. Hoe dat daar aangegeven wordt. In dit geval komen wij hier in een heel mooi stadion op. Eigenlijk zou je zeggen, hier moet je de finale houden. En wij doen hier de halve finale. Heel veel AZ-supporters. Heel veel Veldhoven-supporters. Heel Alkmaar en Veldhoven en omstreken is leeggelopen. Als je wil stelen, ga nu naar Alkmaar toe. Of naar Veldhoven, want daar is helemaal niemand meer aanwezig. Alles zit in het stadion. En dit is een opstelling waartegen wij moeten dus gaan spelen. Ik denk dat de verdediging van hun zo zwaar wordt om doorheen te komen. Maar als ik daar eenmaal doorheen kom en ik weet snel te scoren, dan moet het gaan lukken. En nou ben ik ook wel blij dat Gomez erop staat. Want met Stekelenburg ben ik toch niet helemaal tevreden hoe die uiteindelijk vorige wedstrijd heeft gedaan. Maar goed, hij heeft zijn best gedaan. En meer kan ik ook niet van hem vragen. Ik zou zeggen, let's go. Mooi druk zet en dan is het een overtreding. Dat is nou even een partij. Jammer, joh. Ik wil nog niet aanvallend gaan spelen, overigens. Want dat ging bij Heerenveen wel. Toen ik aanvallend ging spelen, ging het beter. Maar toch wil ik dat niet weer proberen. Vlaar komt er tussen. Dat was goed verdedigd van Vlaar. Vlaar is een goede verdediger. Daar moet ik mee oppassen. Hij heeft de hoogste overall van het hele team. De meeste ervaring. Maar hier is Ruiz met de 1-0. Haha. And that's what I mean. Met een snelle goal. En ook nog dus zonder aanvallend te spelen. Dus dat betekent dat deze manier dus werkt tegen AZ. En ik dit keer dus niet op achterstand kom. Niet om terug te komen. En ik gewoon al met één been in de finale sta. Dat is misschien even iets te vroeg om te zeggen. Aangezien het pas 1-0 is. En we zijn echt letterlijk net begonnen. Maar dat maakt niet uit. Dit was wel goed van Ruiz. En dit is ook iets wat ik trouwens misschien wel vaker wil gaan proberen. Ruiz op aanval op middenveld. Daar ga ik over nadenken of ik dat misschien vanaf volgend toernooi vast ga doen of niet. Want de twijfel met Ruiz is, Ruiz kan doelpunten maken, maar kan ook goed voorzetten. Kan alleen niet koppen. En dat gebeurt op aanval op middenveldersposities soms wel eens. Oh, steekpaasje op DOS, steekpaasje op DOS, steekpaasje op DOS. En het is 2-0. Ik heb er helemaal niks over uit over te knippen of we staan alweer 2-0. En als het zo goed gaat tegen AZ, de ploeg die eigenlijk dit hele toernooi de beste resultaten heeft gehaald, dan heb ik het gevoel dat het wel goed gaat komen. Heel de verdediging is Dost kwijt. Vlaar kon er niet bij omdat hij van Eijden dacht dat hij wel mee zou lopen. Van Eijden loopt niet mee. En eigenlijk heb je hiermee dus een beetje AZ van na de winterstop. 2-0. Maar goed, even terugkomend op Ruiz, waarom ik dus twijfels bij hem heb. Hij kan voorzetten, hij kan doelpunten maken, hij kan niet echt supergoed koppen, maar is even al lengte. En Promes is sowieso eigenlijk een flankspeler, misschien wel beter dan aanvallend middenveld. Dus dat is iets waar ik dan nog over ga twijfelen. Laat het even jullie dan in de reacties weten wat jullie daarvan denken. Moet ik Ruiz aanvallend middenvelder houden of Promes mijn aanvallend middenvelder houden? Oh, die had ik niet moeten passen. Die had ik gewoon moeten durven uitspelen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oehoehoe. Dat scheelde weinig. Dat scheelde me een partij weinig, hey. Cornertje van Promes en we gaan niks veranderen. Dat ben ik ook. Ik deed vorige keer altijd maar in laten sprinten of zo. Of treintje of... Dat doe ik niet meer. Ik laat gewoon het gewoon gebeuren en ik neem gewoon mijn corners. En ik hoop maar dat ik ze er gewoon in kan kopen met Ledley. Of schieten. Oh, Ledley doet het met een omhaal. Ledley doet het gewoon met een omhaal, joh. Joe Ledley. De man met de baard
koppen ging hij helemaal, maar dan hoppakee. Dat was echt een mooie goal. Dat was echt een mooie goal. Joe Ledley. En het staat alweer 3-0. En ik liet Dost de verkeerde kant op rennen. Dat is niet slim. Oh, maar Dost die kan hij wel. Ik geef hem even aan John. John. De paas was te zacht. Hou die weghorst tegen. Oh, dat was niet helemaal naar hem bedoeld. Het was gewoon naar Rikik bedoeld. Maar die weghorst die mag geen ballen hebben. Dat is een gevaarlijke man. Dat vind ik echt best wel leuk. Een goede speler. Het is dat hij qua overal niet goed is. Schuurs! Hoehoe. Ik had hem eigenlijk met links willen schieten. Maar Schaars, jongen. Oh. Ik moet zeggen dat breed verdedigen dat ik dat wel fijner vind. Dat het allemaal wat centraal wordt gepusht. Oké, okay, maar daar heb ik ook gewoon heel veel man staan. De minste man staan aan de buitenkant. Dus daarom heb ik ze ook het liefst niet aan de buitenkant. Dan wil ik zorgen dat ze naar binnen gedreven worden. Dus ik denk dat ik dat breed wel ga houden. Dat ik dat toch aan ga passen. Dat dat standaard gaat worden. Ja, hé. Hey. Ik schop hem alleen neer. Mag dat ook al niet meer? Je mag ook echt helemaal niks in dit spel, hè? Oh, shit. Nee, Pietertje. Oh, pak hem. En kan geen corner voorkomen. Goddammit. Je moet wel de corner voorkomen, klootzak. Oh, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Boop, boop. Oh, shit. Nee. Haha, die had schaars. En nu de steekpaas. En de counter met Dost. De counter met Dost. Dit gaat niet lukken. Ik moet eventjes... op John. Nee, waarom... Oh, ik wou niet koppen. Ik wou dat jij hem, zeg maar, gewoon... I don't know. Fucking... volide. Oh, shit. Rikik, pak hem. Pak hem. Godzo, Rikik. Jij moet je even herpakken. Want jouw wedstrijd tegen Heerenveen was niet zo heel erg goed. Jouw wedstrijd tegen Heerenveen... Daar heb ik eerlijk gezegd niet echt veel aan overgehouden. Van ik dacht, ja, dat was goed. Promes. Waarom kop Promes? Maakt mij niet uit. Ruiz. Schaars even terug. Even terug. Even terug. Eventjes. 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 Oh, John. Oh. Heerenveen was eigenlijk vele malen moeilijker dan AZ. Maar misschien was het ook vooral moeilijker omdat ik begon met een achterstand. En nu begon ik met een voorsprong. En... Lopje. Ah, waarom zet het net niet man tussen? Dos. Ah, goed gekiept van Rochette. Moet ik toch toegeven. Dat was goed gekiept van Rochette. In twee instanties. In eerste instantie hier... Wanneer ik hem overheen wil lopen, tikt hij hem nog net half aan. Dan het Vlaar hem hier, geloof ik. Vlaar valt dan. En dan alsnog Rochette ertussen. Dat gaat veel beter, heb ik het gevoel. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Ik wil naar Ledley. En als ik die alsnog bereik, is het heel mooi. En dan gaan we hier met Pieters voorzetten. En die is op Rochette. En kom op. Hoei. Heel goed, moeilijk gemaakt, Dost. Daarom moet Rochette hem overtikken. En hebben we weer een corner. En als hier die corner uitkomt, dan vind ik het een soort van assist van Dost. Dost! Oeh, kopt hem zelf bijna binnen. Dost is ook geloof ik samen met Krankfeest de enige die echt letterlijk elke wedstrijd tot nu toe heeft gespeeld in de hele serie. Echt letterlijk elke wedstrijd. Zelfs die oefenwedstrijden. Ik heb er maar eentje geoefend. Allemaal hebben ze tot nu toe met en in de spits Bas Dost en in de verdediging... Krankvies. Alleen Rikik en Jeppes hebben dan zeg maar nog, ja, Jeppes die is al gestopt. En Jeppes had wel in het het vorige toernooi zeg maar, in PES 2016, had hij wel alles gespeeld. Mooie stads zijn dit. Dit zijn hele mooie stads. 50-50. Ze hebben maar 2 schoten gelost en allebei waren ze niet echt super gevaarlijk. Ik heb 10 schoten gelost. 2 op doel. Of 4 op doel. 3 erin. En ik keek naar de overtredingen. Ik heb 2 overtredingen maar gemaakt. Moet ik ook zo zeggen. Ik hou het allemaal een beetje bij. En ik kom erachter dat ik in dit hele toernooi nog geen enkele gele kaart heb gepakt. En dat vind ik toch best netjes hoor. En daarom wil ik even eigenlijk ook gewoon... Ik zou bijna willen zeggen een regel er toevoegen. Als ik mijn gele kaart op 0 hou in een heel toernooi, krijg ik een extra punt. Maar dat is omdat ik heel erg punten nodig heb. Daarom ben ik gewoon regels aan het bij verzinnen. Dus die doe ik niet. Ik ga daar niet doen, van geen gele kaart krijg je fair play een puntje voor of zo. Nee, dat doe ik niet. Want ik heb wel eens ooit een kaartje verdiend, maar dat ik hem niet kreeg. Dost, een schacht eventjes hier eruit. Promes, ga niet in de weg lopen. Vieze, vuile. Waarom deden we niet koppen? Oké, dat was weer een kopduel verloren. Nou moest ik wel zeggen, dit is tegen een hele lange man. Dus daardoor kan ik het wel hebben dat... Rikik een keer een kopduel verliest. Promes! En Ruiz! En het is 4-0! En dan gaan we natuurlijk voor de 5e. En misschien wel de hat-trick
van Ruiz. En wat zijn dan extra puntjes die ik heel erg kan gebruiken? Extra punt, daar ga ik voor nu. Tweede helft, ik ben de finalist. 100%. Dit mag ik nooit meer uit handen geven. Als ik dit nog uit handen geef, verdien ik gewoon niet om nog een kampioen te worden van de Benen Supercup. Maar, ik wil extra puntjes. En in principe die tegengoal die dan hier zou komen vallen, heeft dan geen invloed op die puntjes. Maar die tegengoal wil ik alsnog niet hebben. Pietertje op John. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin, want John die kan niet koppen. John is super klein. John is super klein en super cute. En doe maar eventjes terug naar Gomez koppen, want dan heb ik de rust. Maar dat is dan weer een toernooi wat AZ dus niet gaat winnen. Na de KNVB-beker ook de Benen Supercup niet. Dat is toch wel even na voor AZ, dat hij gewoon... In principe doe ik in dit toernooi precies wat AZ ook in real life heeft gehad. Goede eerste seizoenshelft, maar daarna gaat het in de tweede seizoenshelft een beetje fout. En eindigt het in play-offs voetbal voor hun. Maar... Hier krijgen ze geen play-offs. Hier moet je het nu doen. Anders kom je nooit meer aan de bak. En Dos kopt hem naast. Maar ik wil nog die vijfde goal hebben. En ik heb daar nog zat tijd voor. Maar ik wil niet weer zo'n scenario hebben dat ik het dan net niet red. Omdat ik gewoon het niet voor elkaar krijg om die ene goal. Waardoor ik dan gefrustreerd ben terwijl ik de finale haal. Dat ga ik ook sowieso proberen. Ook al haal ik niet dan mijn extra punten. Gewoon blij zijn met wat je daadwerkelijk wel haalt. Niet zo spoily bitch gaan doen van... Ik heb geen extra puntjes. Boys is trouwens in de tussentijd erin gekomen. Dat had ik niet eens in de gaten. Oh, ik wilde eigenlijk met Ruiz... andere hoek hebben. En ik deed expres de pass naar Ruiz. Want als ik met John score heb ik niks. Als ik met Ruiz score... Of nou, dan krijg ik ook wel iets. Maar dan met Ruiz zou ik nog de hat-trick erbij krijgen. Oh, hey, dat is niet de bedoeling. Jongens. Hey jongens. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat wil ik niet meer zien, hè? Dat jullie allemaal zo lopen te prutsen. Godverdomme, ik zei stop met prutsen. Stop met prutsen. Ja, je moet toch wat proberen, hè. Ze moeten toch wat proberen. Ze komen niet bij mij in de goal. Of in de buurt van de goal. Dan moet je toch wat proberen, hè. Van Wolfswinkel maakt zijn debuut. Dos gaat eraf en Van Wolfswinkel komt erin. Oh, leuk voor je, meneer Van Wolfswinkel. Had wel echt een hele goede finale tegen AZ. Dus misschien kan ik wel... Zeg maar, in de KNVB-beker als je het niet weet waar ik het over heb. Dus misschien kan hij nog een doelpuntje voor mij maken. Jij weet het maar nooit. Maar dat is geloof ik echt het debuut van Wolfswinkel ook in de hele serie. En bij hun komt Garcia erin. Levi Garcia voor Dos Santos. Oh, Ruiz wordt ook, hoor ik, nu gedekt extra strak. Ik wil dat Ruiz hem maakt. Ah, nou dan maakt Van Wolfswinkel hem. En dan maakt Van Wolfswinkel dus ook meteen met zijn debuut de eerste goal. En daarmee levert hij mij direct een extra punt op. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Oh, daar ben ik echt blij mee dat dat gebeurt. Daar ben ik erg blij mee dat dat gebeurt. Hartstikke idee. Van Wolfswinkel met zijn doelpuntje er ook bij. En dat maakt het nog lastiger. Aangezien ik jullie al een klein spoiler kan geven. Dat ik... Dat ik binnenkort van plan ben een nieuwe spits te halen. En ik weet niet of het dan nou voor Wolfswinkel of Kramer moet vertrekken. Jullie maken het mij lastig, jongens. Waarom maken jullie het mij zo lastig? Kijk, in eerste instantie was het zo van... Ja, als Van Wolfswinkel niet speelt en nooit doelpunten dus heeft gemaakt... Ja, dan is het heel makkelijk. Dan moet hij vertrekken. Maar ja, als hij goed gaat spelen... Dan moet ik daadwerkelijk een keuze gaan maken. Dan kan ik niet meer naar de feiten kijken. En dan... Nou, als ik naar de feiten kijk, geloof ik dat Kramer helemaal nog niet gescoord heeft. Dan wil ik alleen nog... Met Ruiz. Kom op! Ja! Extra puntjes ook weer binnen dankzij de hat-trick van Brian Ruiz. Nou, de wedstrijd mag voor mij afgelopen zijn. Want ik ben happy de peppy met wat ik heb gedaan. Ik ga gewoon nog lekker uitspelen. Een beetje free willen. Want ja, Van Wolfswinkel had erin gemaakt. Ledley had erin gemaakt. Ik ben heel even de andere vergeten. En dan 3 goals. Het is in ieder geval niet meer mogelijk, denk ik, om nog iemand een hat-trick te geven. En het was heel erg gezocht. Want ik had met Van Wolfswinkel ook kunnen scoren. Maar het was echt, ik moest die hat-trick met Ruiz hebben. En nu heb ik hem. Wat betekent dat ik dat extra puntje ook weer binnen krijg. En dan gaan we gewoon de wedstrijd lekker rustig uitspelen. Ze gaan full attack. Wat probeer jij met full attack nog te bereiken? Denk jij niet dan van, oh, nou dan gaat Michael niet verdedigend spelen. Want dan heb jij helemaal mis, mijn vriend.
Oh, dat was een risky paasje, maar omdat hij een sliding zet, is het een overtreding. En dat mag niet. Je mag iemand niet tegen zijn kuiten aan schoppen. Ja, hey, ik schop hem alleen neer. Mag dat ook al niet meer? Ik maak het weer een shit heel moeilijk nu met John. Niet dat ik daadwerkelijk dacht de kans te hebben, maar daardoor is het nu wel weer een corner. Oeh, die is een beetje zachtjes. Die is een beetje aan de zachte kant. Ricky, kopt op de lat. Oeh, dat deed hij nice. Nee, dan moeten we nog echt eventjes nadenken. Wie ga ik dan wegdoen? Kramer of Van Wolfswinkel als die andere spits komt? Dat wordt echt nog eventjes nadenken hoor. En ik moet zeggen dat ik Van Wolfswinkel heel fijn vind spelen. Echt heel fijn vind spelen. Dus het zou best kunnen dat Kramer dus alweer gaat vertrekken binnenkort. Dat weten we niet, hè. We weten nog van niks. Rekik, die moet je hebben, jongen. Die heb je niet. Maar Grankvist vangt wel op. En... Oké, wat gebeurde daar? What the fuck? Ik weet het niet. Ik wil dat hier Peters erin komt. Rekik, laat even je man gaan. Want je moet even een andere man beschermen. Oh, shit! Wat doe je, Gomez? Je had daar niet bij hoeven zitten. En Ruiz met de counterkansen. Nee, die krijgen we al niet meer. 6-0. FC Veldhoven in de finale. Met ook nog die extra puntjes. Ik heb niks anders dan blijdschap. Alles is goed in het leven. Duidelijk de winnaar. Misschien dan niet in balbezit. Daar was heel, heel gelijk. Maar kansen gezien. Ik was by far de beste. By far. En dan is Ruiz ook man of the match. Of course, helemaal verdiend, vind ik ook zelf. Want, ja, het trekje. Ik moet zeggen dat Promes alleen niet zo lekker speelde daar. Dat is dan een beetje ook wel... Ik ben nog niet helemaal uit of ik Ruiz en Promes wel omgedraaid hou. Nou is wel, Promes is eigenlijk rechts voor meer dan links voor. Dus, een beetje gemeen om hem dan daarop te beoordelen. Maar goed, 6-0 gewonnen. En dan is nu de vraag, tegen wie moeten we in de finale? Als eerste ga ik wel eventjes nog de puntjes erbij optellen. Want we hadden er 16... En nu, met deze 3 punten van de wedstrijd, een extra punt voor de 5e goal en een extra punt voor de hattrick, betekent dat we nu op 21 punten komen te staan. En ik dan in principe de finale... In principe kan ik zeggen, 2 spelers binnen. Maar die derde speler, die moet ik hebben. Want de eerste 2 spelers zijn geen verdediger en wil ik Samuel... Uit mijn selectie halen, moet ik een verdediger erbij halen. En dat is die derde speler. Dus het is mogelijk door gewoon de finale te winnen. Dan heb ik 30 punten, dan haal ik dat. Dus ik moet de finale ook gaan winnen voor die derde speler. En tegen wie zal die finale zijn? Oh, ik ben gespannen. Wie? Het is inderdaad zoals ik eigenlijk al dacht. Feyenoord die won met 4-0 van Heracles. Ruim gewonnen, net zoals ons. En dus moeten we inderdaad in de finale tegen Feyenoord. En in de play-off voor de derde plek. AZ tegen Heracles. En Feyenoord, die afgelopen weekend niet kampioen werd. Moeten wij hier dus ook van de titel van de Benelux Supercup gaan houden. Koploper in de Eredivisie vanaf dag 1. Ik verwacht ook eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik sta niet voor Feyenoord of voor Ajax. Maar denk ik toch dat Feyenoord het wel gaat redden tegen Heracles. Eigenlijk ook omdat wij hier het hebben gezien in mijn toernooi dat ze het hebben gered. Dus ik denk dat Feyenoord ook wel aanstaand kampioen is, zeg maar. Het zou ook Ajax nog steeds kunnen worden. Maar ik ga er even vanuit dat wij hier tegen de aanstaande kampioen moeten spelen. En dat wordt lastig. Laat ik even naar hun strategie kijken. Wat doen zij het liefste aan spel? Dat krijg ik hier niet te zien. Ik wil graag zeg maar zien hoe zij... Wacht even, dat kan ik wel op een andere manier zien. Ik geloof de teaminformatie aan te klikken en dan naar Feyenoord te gaan. Zo, kan ik het wel zien. Oké, zij spelen het liefst op balbezit. Korte passes. Veld breed houden en formatie handhaven. Zorg dat iedereen wel op zijn plekje blijft staan. Druk op de voorste linie. Waardoor ze dus best wel ook weer agressief druk zijn. En ook breed. Dus eigenlijk... Wordt het echt heel lastig. Maar we gaan het wel meteen doen. Damn. Wij in thuis nu. Zij ook omdat hun uittenue blauw is. En je dat anders niet zou zien. Spelen ze ook thuis. Bottegien zien we hier.
Die heeft ook een real face gekregen, zeg maar, met, tegelijk met Halfredson. En ik geloof ook dat Jurgensen heeft ook zijn face update gekregen. Goed, we gaan zo meteen naar hun opstelling. Eerst mijn opstelling maar maken, hè. Oké, als eerste wil ik een klein beetje over mijn opstelling nog één klein dingetje al wel vertellen. Wat dus bij mij best wel opvallend is. Andersen is weer beter. Jullie zagen net dat ik aan liet tonen van 3 weken. Blijkbaar zit er dus 3 weken tussen. Andersen heeft de finale gehaald. Is ook beter in vorm dan Boetius. Dus dan kies ik er ook voor dat Andersen gaat spelen. Goed, maar dan meteen gaan we verder met mijn opstelling. Want dat is iets wat ik gewoon eventjes out of the blue gewoon eventjes wil roepen. Want nu gaan wij naar Feyenoord. En Feyenoord is weer heel erg goed. Met Erik Bottigien en Vermeer. Vermeer trouwens de keeper hier, dus niet Jones. Vanwege zijn betere overrol. Maar Vermeer en Erik Bottigien met 80 overrol is goed. Elia is goed. Kuit is goed. Simon Gustafsson is het aanvallend middenvelder. Ook goed. El Amadi, goed. Vujinović, goed. Ze hebben nu wel nieuwkoop te staan, omdat ik natuurlijk dan Karstorp heb. Ik kwam even niet op de naam Karstorp. Was een opstelling moeilijker te maken? Niet erg. Vileda kan je erin zetten, misschien voor Vujinović. Dat is dan misschien een enig twijfelsgevalletje, maar in dit geval is gekozen voor Vujinović. Verdedigend staat het gewoon heel sterk, want Konglo, ben ik bijna vergeten, is ook natuurlijk heel erg goed. Ze hebben trouwens een speler die ik ze heb gegeven voor Karstorp. Fakuri. Ja, die met 70 overal helemaal onderaan. Die zetten ze er niet in. Ze hebben mijn spits die ze voor Kramer hebben gekregen. Nordley ook er niet in staan. Hun spits is Kuit in dit geval. Omdat Jurgensen ook veel lager overal hier heeft. Omdat natuurlijk, ja, dit is natuurlijk nog voordat ze wisten dat Jurgensen zo ontzettend goed seizoen draaide. Maar dit wordt echt zwaar. Veel, veel moeilijker dan AZ. Veel moeilijker. Dit is echt voor wat finale had kunnen zijn. De worst case scenario. Laten we maar gewoon naar mijn opstelling gaan. Bij mijn opstelling zien jullie nog steeds Gomez in de goal staan. Ook gewoon net als tegen de muren voor. Maar dan kies ik natuurlijk voor Gomez. Rikiek heb ik toch gekozen. Ik heb even moeten twijfelen of ik Rikiek ging houden. Of dat ik daar de wijs ging neerzetten. En ik heb ervoor gekozen dat ik die kopkracht en die goede verdediging wil hebben. Mocht hij toch een flirtwedstrijd spelen, wissel ik hem zelf nog voor de wijs. Dan laat ik dat niet door de game doen, dan doe ik dat zelf. Want ik heb hier echt... Ik wil hier eventjes wel, wat ik tegen Heerenveen dus andersom koos. Van oké, liever vorm dan kwaliteit. Ga ik nu wel voor kwaliteit in plaats van vorm. Juist door die wedstrijd van Heerenveen. Voor de rest zijn Halfredson en Tafur gewoon weer terug. Promes is weer aanvallend middenvelder. Hoe is dat weer langs voor? En zoals ik al had gezegd, Andersen is weer terug. Andersen gaat dus toch nog 1 wedstrijdje dit er nooit meedoen. Waar ik dat niet meer had verwacht. Ik had dat echt niet meer verwacht. Voor Wolfswinkel heb ik trouwens weer op de bank gezet. A, hij is in vorm beter dan Kramer. Maar B, ook omdat ik toch wel best wel positief verrast was. Maar toch hou ik Dost wel in de spits. Ik ga niet van Wolfswinkel dan nu in de spits zetten. Dost scoorde dus ook vorige wedstrijd er eentje. Dus ja, het is een beetje zo van mocht het fout gaan, kan ik altijd nog van Wolfswinkel erin zetten. Ook bij John heb ik weer gekozen van, nou, John is beter in vorm. Maar ik kies toch voor Ruiz. Vanwege de betere kwaliteit. En ik ga ook niet riskeren van de ga voor Ruiz de Promes toch weer omwisselen om even te testen. Nee, dat komt nog wel eens een keer. Dat komt heus nog wel eens een keer. Nu moeten ze er staan. Ik ga nog één keer... Ik wil echt zeker weten dat ik geen fouten heb gemaakt. Dat ik niet iets vergeet. Op de bank ook. Weer de Jack Lee. Wel een topvorm. Maar toch heb ik dan liever Samuel en De Wijs. Simpelweg omdat... Ja, in principe, als ik rechtsback wil, zou ik Karstorp moeten doen. Maar Karstorp is niet in vorm, dus daarom Karstorp niet op de bank. En mocht ik toch nog het echt nodig hebben van, oké, ik moet een rechtsback hebben. Zoals jullie zien, kan ik daar dan, indien mogelijk, Drankvies nog neerzetten. Dus het is niet echt super mogelijk, of super nodig, zeg maar. Wel wil ik er nog wel eventjes bij de dekking laten zien dat ik ervoor heb gekozen om Rikiek niet op Kuit te zetten, maar op Gustafsson. Dat ik even wat het Gustafsson ook heel gevaarlijk gaat worden. Waardoor het dus allemaal een klein beetje een rotzootje kan zijn. Als ik 1 verdediger namelijk eruit haal, heb ik geen laatste man meer. Dan is het zo van, als ik Krankvies bijvoorbeeld laat inlopen, dan neemt Rikiek niet automatisch Kuit ook mee. Wat gevaarlijk kan zijn, maar omdat ik als ik beide verdedigers op Kuit zet, krijgt Gustafsson de ruimte die ik hem ook niet wil geven.
Dus vandaar dat ik het op deze manier heb gedaan. Ik heb er heel lang over na kunnen denken. En ik ben uitgekomen op deze opstelling. En dit is waarmee we de finale van de Bende Supercup ook gaan spelen. Ik weet niet in welk stadion. Oh jawel, dat weet je wel. Oh, dat is een mooi stadionmoment te spelen. Estadio de Escarpiao. Dat is een heel mooi stadion voor een finale. Dit is waarmee we het gaan doen, jongens. FC Veldhoven tegen Feyenoord. Voor de Bende Supercup. En eigenlijk ook, ik moet deze winnen. Anders kan ik niet Samuel vervangen. Voor 9 punten is dit, jongens. Voor 9 punten. Let's go. God damn it! Heel Rotterdam en omstreken is net zoals heel Veldhoven uitgelopen voor deze wedstrijd. En om deze beker gaat het, jongens. Dit is officieel de Konami Cup. Dus daarom is dit ook de beker van de Konami Cup. Maar we doen het voor de Bende Supercup. Kuit als aanvoerder gaat hij ze hier begeleiden naar de titel van Bende Supercup. Of gaat Veldhoven er alsnog voor de tweede keer op rij een toernooi winnen in deze serie. We zullen het gaan zien. Ik ben erg benieuwd. Erg benieuwd wat het gaat worden. Kan ik die Excelsior stunt herhalen? Alhoewel, dit niet echt. Ik heb niet een ploeg die Excelsior niveau is, zeg maar. Ik heb wel een ploeg die gelijk is aan Feyenoord. Dit wordt moeilijk. Dit wordt echt moeilijk. En ik denk ook echt dat dit weer spanning als in Heerenveen wedstrijd zal gaan worden. Dit is Halfredson dus met real face. Voor de eerste keer duidelijk goed in beeld. Dit is de bal. Die zoveel mogelijk achter Vermeer moet verdwijnen. En niet achter Gomez. Oh, dit wordt spannend. Ja, dat was goed. En dan de voorzet. En dan op Dost. En Dost komt er binnen. Oh, hij komt er binnen. En daarmee is Dost dus weer belangrijk in de finale. Net zoals de vorige keer tegen Arsenal is dit weer belangrijk. Een belangrijke eerste goal snel in de wedstrijd. Net zoals tegen AZ. Snel in de wedstrijd. Meteen de 1-0. We zijn net af gaan trappen. Dit is, Feyenoord heeft 0% balbezit gehad. Dat kan ik zo meteen wel laten zien als ik op pauze druk. Heeft Feyenoord 0%, ik nog 100. Feyenoord heeft echt nog letterlijk geen bal geraakt. Of Dos kopte 1-0 binnen achter Vermeer. Misschien dat jullie toch Jones op moeten stellen van Broncosje. Nou, als ik hem nu op pauze zet, zal ik het laten zien. Ja, ze krijgen nu 4% omdat ze nu de bal hebben. Maar 1 schot. Derde minuut. 1-0. Let's go. Dit gaat goed, jongens. Dit begint goed. En zij gaan nu aanvallend spelen. Dus nou moet ik dus echt gaan opletten. Ricky, wie je kopt er wel eens? Doe dat voor een keertje. Ik wil gewoon dat je ooit een keer een kopt er wel. Dat je gewoon wint die belangrijk is. Maar het gebeurt niet altijd. Oh, Ruiz. Stuur Ruiz hier weg. Oh, ik moet die tussendoor. Ik had geen ruimte meer. Ik had echt buitenom moeten gaan zetten. Promes. Op Ruiz alsnog. 2-0. 2-0, wat ze zijn Ruiz helemaal kwijt. En dit gaat goed, jongens. Dit gaat beter dan verwacht, ook moet ik zeggen, hoor, eerlijk gezegd. Ik had niet gedacht dat het tegen Feyenoord zo makkelijk zou gaan. Hier had ik eigenlijk geen ruimte meer. Pasen was ook niet handig geweest. Maar uiteindelijk komt het allemaal alsnog goed. Dankzij de voorzet. En ja, als Ruiz die had gemist, had ik hem nu gewisseld. Ik zweer het je, dat is letterlijk die niche erin. En dat deed hij ook. Hij niesde hem er gewoon in. En nou moet ik dus gewoon zorgen dat ik dit vasthoud. Ik hoef niet voor die extra punten te gaan. Dat is, zou wel heel erg handig zijn. Even terug. En dan met Andersen schieten, want die heeft nog niet veel gedaan. En hij scoort de 3-0! Ik schiet maar gewoon random en het is 3-0! Dankzij de Lucas Andersen, de man die gewoon eigenlijk pas de tweede toernooi speelt in de hele serie. Aangezien die tegen Vitesse geblesseerd kwam en geschopt werd. En hij is net terug van zijn blessure. En Vermeer, jongen, ik heb zo het gevoel dat ik wel begrijp waarom Jones in de Eredivisie de eerste keeper is. 3-0. Holy shit, en we zijn net 10 minuten bezig. Feyenoord, jongen. Dit is eigenlijk echt letterlijk ook hoe je tegen Excelsior fout ging. Binnen 9 minuten 3 goals. Nou, bij mij is dan 11 minuten 3 goals. En bij mij vallen ze wat eerder. Zou dit nog ooit goed gaan komen voor Feyenoord? Of verspelen ze hiermee de kans op de Bende Supercup? En is eigenlijk het enige wat ze nog kunnen halen is de landstitel dan. In real life dan eigenlijk. Want hier in deze game gaat het niet goed voor ze.
Rikik. Oeh. Rikik kan wel koppen, maar hij kan geen kopduels winnen. Dat is zeg maar zijn probleem. Ik bedenk me trouwens nou ineens Rikik trouwens tegen zijn oude ploeg, want die heeft vroeger geloof ik in de jeugd van Feyenoord gezeten. Die heeft op Varkenoord rondgewandeld, jongens. En nou, bij mij. Haha. Had je toch maar eventjes Rikik gehad, man. Had je misschien nog wat doelpunten tegen kunnen houden. Wel verder trouwens Ruiz weer aan de zijkant speelt, want dan kan ik weer naar de zijkant doen. Niet dat hij wel kan koppen, maar hij is in ieder geval lang genoeg om het moeilijk te maken. En daarvoor kan hier niks, want ze verdedigen hier goed. Dus ik moet hem weer terug op Ruiz doen. En dan kom ik met Andersen de 4-0 binnen. En met mooie goal maak ik met Andersen dus weer extra punten. Als de volgende goal weer van Andersen is, maakt hij zijn hat-trick. En maak ik de 5e. En heb ik dus gewoon binnen een helft al die extra punten. En dat zou best wel eens een record kunnen zijn. Dat zou best wel eens een record kunnen zijn voor mij in deze serie. Dus Dost, kan ik hem even hier... Oh, dan maak ik met Dost wel. Dan maak ik met Dost hem wel. Lekker hoor. Ik wou eigenlijk zeggen, kun je hem even teruggeven. Maar ook Dost kan nu die hattrick maken nog. En het zal toch niet. Dat ik tegen Feyenoord het voor elkaar krijg om een dubbele hattrick te maken. Ik denk het niet hoor. Maar ik heb wel zat tijd om dit te doen. Het staat al 5-0. En in principe denk ik dat we het al gewoon kunnen zeggen. Wij hebben de Benen Supercup gewonnen. Wij zijn de beste. Wij zijn sowieso de beste in dit toernooi. Dat kan niet anders. En als Gomez ook deze bal pakt, is het ook zeg maar een hele kleine kans dat Feyenoord hier nog gaat scoren. Dan ga ik gewoon weer... Ik ga gewoon door. Ik ga ook niet aanvallender spelen. Want het gaat verdedigend ook gewoon nog goed. Maar dat moet niet minder gaan worden. Ga ik Glenn Johnson geblesseerd schoppen in de allerlaatste wedstrijd? Niet doen, El Amadi! Verrek de Marokkaan dat je er bent! Ik heb niks tegen Marokkanen. Maar wel iets tegen El Amadi. Want El Amadi schopt hier godverdomme Johnson neer. En krijgt er geen geel voor. Dat snap ik dan niet. Is deze dan ook weer geblesseerd? Nee, wordt behandeld. Dus hij gaat terugkomen. Dan wil ik trouwens in dit geval, ook al is Halfredson er beter in, ik wil hem indraaien. En dat kan ik het beste met de voer. Dus dat gaan we dan ook proberen. Kan ik ongeveer daar neerleggen. Als dat zou kunnen, zou ik dat heel prettig vinden. Halfredson met afstandsschot. Komt er niet doorheen. Even eens terug naar Gomez. Het is een heel pokkenend, maar dat maakt niet uit. En hij is terug voor behandelingen. Dat heeft even geduurd. Ze hebben hem hard op zijn kuit geschopt, dus er is heel veel wonderspray aan de pas gekomen, maar hij kan weer lopen. Hij leeft weer! Andersen? Ik heb geen ruimte voor, Ik heb hier geen ruimte voor, jongens. Dost! Oeh, goede redding van Vermeer. Die derde speler is binnen. Ik ben daar heel blij mee dat ik die derde speler ook gewoon binnen heb. Dus Samuel gaan we ook afscheid van nemen, want ik heb dus die verdediger bij elkaar. Want als ik dit toernooi win, had ik hem al. Dankzij de extra punten die ik al had gehaald, zeg maar tegen AZ. Maar ieder extra punt wat ik haal zou extra zijn. Dankjewel. En weg. Oh, kuit. Niet zo irritant gaan lopen, oh kuit. Dat mag niet. Oh shit, dat was niet naar de man die ik wou doen. Ik wou Promes proberen aan te spelen, maar de kopbal ging naar de voer. Is niet de bedoeling, hè? Is niet de bedoeling. We gaan de eerste helft denk ik afsluiten gewoon met een 5-0. Dat ik zei met een 5-0, dus werk maar gewoon weg. Hé. Hey. Waarom krijg ik hem niet zo goed weggewerkt? Even zegt... Pieuw, en dan fluit hij af met 5-0. 5-0 in de rust. De finale is allesbehalve spannend. Het is al lang duidelijk dat Feyenoord nooit meer terug gaat komen. Het enige wat er nog voor mij, de tweede helft, te doen staat... Hier, ze hebben één schot gehad. Eentje. Was wel op doel. En ze hebben meer balbezit. Maar nee. Het enige wat mij nog te doen staat is... Of Andersen... Of Dost, of allebei, nog één keer laten scoren. En dan gaan we dat proberen, hè. Ik vind dat het gewoon heel goed gaat op deze manier. Dus ik ga gewoon door met de 11 die ik heb. Ruiz zet hem voor. Andersen scoort niet. Want het komt niet eens aan de bal. Dan Glenn Johnson. Andersen alsnog. Oh, waarom kan Dost hem ook niet inkoppen? Nou ja. Nou ja. En ik krijg een ingooi. Hij weet niks anders dan maar de ingooi weg te geven. En hij gaat hier ook meteen af voor Berghuis. Bilal! Bilalletje. Bilalletje, dat is veel makkelijker uitspreken. Hey. Willen wij Promes niet neerhalen, alstublieft? Oh, dankjewel. Kijk, de kast op. Nieuwkoop dacht, ach, dat is niet echt eerlijk. Laat ik ze maar gewoon de corner geven. Dat is dan heb ik dat ook weer, hè. Dat is, Feyenoord is sportief.
Ik probeer de passen erin te komen. Dat gaat niet. Dan gaan we weer de kant op. Oh, wacht. Andersen. Andersen schiet eens. No. No. Dat was niet zo heel erg slag, vind ik zelf. Al mag ik het zelf zeggen, vind ik dat toch best wel goed. Oh, die gaat sowieso naar die kant. Dat had ik wel gezien. Ik had niet... Oeh. Ja, Promes, nou dan scoor jij me toch. Hè? Wat maakt mij het uit? Wat maakt mij het uit? Dan maak jij toch de 6-0. Heb jij ook weer een leuke dag vandaag? Ik vind alleen zo'n 24 een beetje raar staan. Ik blijf dat toch... Ik denk dat ik dat na dit toernooi wel ga veranderen. Dat ik hem een lager nummer ga geven. Want 24, dat staat een beetje raar. Dus ja, daar ga ik nog eventjes over nadenken. Welk nummer dan? Maar 24, ja, dat was omdat hij vorige keer, toen hij net erbij was gehaald, was hij nog niet zo heel erg goed. Nu wel. En nu is hij dus standaard mijn aanval op middenvelder, waar dat eerst Roesnak was. Roesnak en Bruins een beetje. Ja, dat is nu niet meer aan de orde. Dus ik denk dat ik zijn nummer binnenkort wel ga veranderen. Ik moet toch wel die extra punten gaan pakken, hoor. Want anders ga ik mezelf dat nooit vergeven. Kuit, jij mag niet de bal hebben. Nee. Dat doe je maar lekker in de Kuip, jongen. Maar hier in mijn... In mijn stadion wil ik zeggen. Ik ben helemaal niet in mijn stadion. Maar hier in deze finale gaan we dat niet doen. Dat doe je maar dadelijk aankomend weekend. Aankomend weekend mag je lekker stoer gaan lopen doen tegen de goal van Heracles. Hier doe je gewoon normaal, mijn jongen. Hier is gewoon veld over, nog een keer veld over. En Promes gaat eraf voor Roesnak. Helemaal mooi. Gustafsson voor Verlena eraf. Ook helemaal mooi. Dan gaan wij de corner nemen, hè. En die is heel mooi. En dan Halfredsson. Wil met een omhaal. Die dacht, hé, wat Ledley kan, kan ik ook hoor. Maar Ledley scoorde hem dan. Dus daarom dat ik ook niet inrende eigenlijk. Maar gewoon er alleen maar bij ging staan. Oh, hey, jongen. Kuit, had ik niet zojuist tegen jou gezegd. Dat je dat stoere gedrag maar bewaart voor aankomend weekend tegen Heracles. Maar niet tegen mij nu, ja? Dat doe je maar lekker in je eigen tijd. Ik heb daar geen zin in nu. Wat doe ik nou even, Kent? Ik paas een bal! Ik paas een bal! Oh, is hij degene met de overtreding? Of is het daadwerkelijk... Hij springt tegen mij aan! Ik paas! What the shit! Ik ga gewoon het niet voor elkaar krijgen om hat-tricks te maken. Dat laten ze niet toe bij Feyenoord. Oh, nou, dat was niet goed gelopen van Johnson. Dat deed ik heel slecht, sorry. Dost, ga maar rennen, jongen. Kun je een mannetje uitspelen? Ja, dat kan jij, maar dan niet twee keer. Dat kan je maar één keer. Dos doet het trouwens ook in real life heel erg goed, hè? Hé, hey, De Wijs komt erin op de rechts voor. Ja, dat gaan we dus even aanpassen. Wacht eens even, jongens. Dat vind ik niet echt, denk ik, een hele leuke oplossing. Ik denk dat we dan toch eventjes ervoor kiezen om dit te doen en dan even kijken. Ja, De Wijs is hier beter met zijn rechterbeen. Dus dan wisselen jullie maar heel eventjes om, jongen. Dat was een hele slechte aanname, Ruiz. In één tik tik je hem weer buiten. Wat heb ik daar nou aan, jongen? Oké, ik denk dat ik maar gewoon die extra punten het moet vergeten. Dat dat niet gaat gebeuren. Of het moet nog ineens random gaan gebeuren. Maar zij laten Andersen en Dost niet lopen. Die zijn... Het lijkt alsof ze allebei een strakke man op zich hebben. Zo, en dan ga ik... Oh, ik krijg hier de ruimte. Thanks. Thanks, bruh. Thanks, bruh. En ik... Goed zo, jongens. Ja, kijk. Het is maar goed dat het al 6-0 staat. Anders was ik boos geworden. Nou, helaas geen goal van Dost. Geen goal van Andersen. Helaas pindakaas op je boterham. We zullen het hiermee moeten doen. Of kan Andersen hier alsnog eventjes... Het is nog niet zo... Het is een fucking ingooi. Het is nog niet zo'n fucking corner. Nou, dan doen we toch dit. Zo, en voor, en... Dix. Dix. Nee. En niet Dix als in de speler. We hebben het wel gewonnen. 6-0. Geen extra punten. Maar wel hebben wij nu de extra punt dankzij de vijfde goal. Daar is een extra punt waar ik al geen rekening meer mee had gehouden. En daarmee zijn wij de kampioen van de Benen Supercup. Hell, yeah, daar staat het. En ze meldt over Benen Supercup winnaar. En ik moet zeggen, verdiend. Alleen tegen Heerenveen heb ik het lastig gehad. Verdiend. Verdiend. Echt waar. Helemaal mooi.
Dawson Anderson zat naast de bal. Ik weet niet, die twee gaat man of the match worden, maar hier zie dit. Zelfs als zij die twee schoten die ze hebben gehad erin hadden geschoten, was het 6-0, maar 6-2. De enige ploeg die zeg maar geloof ik tegen mij heeft kunnen scoren is dus Heerenveen. En dat was dus echt al de moeilijkste wedstrijd. Maar Feyenoord, jongen, for your sake, ik zou hiervan leren. Van Excelsior en van deze wedstrijd, want anders ga je geen kampioen worden. En dan kan ik, zeg maar, Ajax gaan feliciteren. Want Ajax gaat, als Ajax het zou verliezen van Willem II en jullie daardoor kampioen worden, dan hebben jullie echt veel geluk. Maar ik heb zo het gevoel dat Ajax dat niet van plan is. Weet je wel, dat is allemaal real life competitie. Boeit allemaal niet, als aankomend weekend. Dit keer hebben wij nu de Benelux Supercup gewonnen. FC Veldhoven. Wie is man of the match? It is Brian Ruiz. Oké, die had ik dus niet verwacht. Ik had iedereen verwacht, behalve Ruiz. Nou, niet iedereen. Ik had Andersen en Dost verwacht. Maar het werd Ruiz. Maar het mooiste aan dit alles vind ik nog altijd dat ik het gewoon zonder kaarten heb gedaan. Ik heb het zonder één gele kaart te pakken gedaan. In het hele toernooi. En daar kan ik denk ik toch wel trots op zijn. Konami Beker gewonnen. Dat had ik in deze game nog niet gedaan. Dus daar krijg ik nog 100 puntjes extra voor. Hartstikke leuk. Heracles is de derde plek gaan krijgen. Dat vind ik toch wel knap van Heracles. Dat het in ieder geval van PSV en van AZ heeft kunnen winnen. En daardoor dus nu de derde plek heeft gekregen. Je krijgt er geen ene drol voor. Alleen maar een bronzen plak die je ook niet krijgt. Je krijgt niks. Je bent derde geworden. Gefeliciteerd Heracles. Winnaar FC Veldhoven. Daar staat het. Dan kan ik nog wel heel eventjes gaan kijken bij doelpuntenklassement. Wie is de doelpuntenkoning? Het is weer eens Bas Dost. Daarna komt Brian Ruiz. Promes. Dan op de vierde plek achter Jurgensen. Die dus niet speelde. Dan denk ik, als Jurgensen er 5 heeft gemaakt. Fijn, misschien had je dan toch voor Jurgensen moeten kiezen. In dit geval. En Bruins met zijn 2 goals. Die reddende 2 goals. Bruins is echt belangrijk geweest. En Andersen ook met 2 goals. En de rest zien jullie allemaal wel. Ik denk dat het een koe was, denk ik, de reden is waarom Heracles zo goed is geweest. Maar koe was 3 goals heeft gemaakt. Mooi. Assisten voor, daar heeft Ruiz. Omdat hij op 3 staat, samen met El Amadi. Het voorzitterklassement. Dost daarna met 2, dat is ook best knap. Ledley 2, Tchekli 2, Karstop 2, Promes 2, Johnson 1 en Boetius 1. John 1, Wolf Holswinkel 1, Andersen 1. En dat zijn eigenlijk ook meteen alle assisten die ik in mijn hele leven heb gemaakt. Tenminste, in deze game. En dan ga ik het met dit scherm ook afsluiten, jongens. We hebben er vandaag weer de Benelux Supercup weten te winnen. Het gaat dus lekker. We zijn dus sowieso dus de beste in ieder van Nederland. En volgende aflevering ga ik die extra spelers erbij halen. Ik heb al vaker gezegd eigenlijk dat ik het in dezelfde aflevering ga doen. Maar ik denk dat het in dit geval wel de volgende aflevering pas gaat worden. Welke 3 spelers erbij gaan komen van de 31 punten die ik nu heb. Want dat had ik nog niet gezegd, we stonden op 21. Maar ik heb 3 punten voor het winnen van de wedstrijd. Extra puntje voor dat ik de 5e goal heb gemaakt. Ik kwam er even niet op. En met die 4 punten komen nog 6 punten. Omdat we het toernooi winnen heb ik dus 10 punten aan deze wedstrijd erbij gekregen. Dus van 21 gaan we nu naar 31 punten. En van 31 punten kan ik 3 spelers halen. En welke 3 dat worden zien jullie dus in de volgende aflevering. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken naar deze aflevering. We gaan andere toernooitjes nog opstarten. Dit is zeker nog niet het einde van deze serie. Deze serie waar ik echt naar mijn zin in heb. Waar ik echt leuk vind. En trouwens, ik voel iets in mij dat heel veel mensen gaan roepen. Heb jij het niveau lager gezet? Laat ik dat gewoon nu laten zien. Gewoon, algemene instellingen. Hij heeft daadwerkelijk op prof gestaan. Maar waarmee ik dus ook wel wil zeggen, misschien dat ik topspeler gaan proberen. Misschien. Ik ga nog niks zeker zeggen. Want tegen Heerenveen had ik het wel moeilijk. Dus ik denk dat ik misschien nog wel prof ga doen. Misschien nog wel. Dat is allemaal voor de volgende keer. In ieder geval, voor deze aflevering, vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bij een nieuwe Pro Evolution Soccer 2017 Road to FC Veldhoven.
Ik zeg tot de volgende keer. Later! Doei!